een prachtige tuin om in te ontspannen tussen het groen samen met familie en vrienden. Wie droomt daar niet van? Een doordacht aangelegde en goed onderhouden tuin geeft jarenlang plezier en weinig zorgen. Een professionele tuinaannemer kan je helpen bij aanleg en onderhoud. En het groen gekleurd kwaliteitslabel geeft je dat extra tikkeltje vertrouwen. Zo'n tuin is niet niks, zoals je ziet hier. Dat is een dagelijkse bezigheid, ook voor mij. Er verandert ook veel in die zin dat het regelmatig aangepast wordt. De vereenvoudiging bijvoorbeeld van die tuin, zodanig dat die minder artificieel is. Jan Belaan, die is onze tuinman. Ja, dat is op de ogenblik een jaar of 6, 7 van eigenlijk van in het begin dat hij begonnen is. Maar die planning en dat bekijken en die natuur en die zoveel mogelijk terug te proberen te behouden enzovoort. Allee, dat is voor mij een beetje ook de kwaliteit van Jan. Het groen gekleurd label, dat certificaat is eigenlijk heel, heel positief. Ik ben eigenlijk fier dat Jan dat gekregen heeft. Omwille van zijn activiteiten die hij doet. En het feit ook dat het is een bevestiging voor datgene wat dat wij in hem zien en de relatie tussen ons. Ja, en dat vergroot het vertrouwen nog meer. Het groen gekleurd kwaliteitslabel is het unieke Vlaamse kwaliteitslabel voor tuinaannemers. Dat is een kwaliteitslabel dat toont hoe professioneel, hoe transparant, hoe vakbekwaam een tuinaannemer werkt. En daarmee toont hij zijn kwaliteiten aan potentiële klanten, particuliere overheden of bedrijven. Een groen gekleurd tuinaannemer wordt regelmatig doorgelicht door een onafhankelijke audit. En op die manier is de klant eigenlijk zeker dat hij altijd op een goede manier werkt. En als klant kun je dus als op je beide oren slapen, omdat je weet dat je in een groot tuinproject met een professionele partner aan de slag gaat. Sociaal ondernemerschap is heel belangrijk voor tuinaannemers. De complexiteit verbonden aan het aanleg en onderhoud van een tuin, dat houdt ook in dat je werknemers, je medewerkers veel vakkennis moeten hebben. Dus het aanwerven van goede stielmannen, maar tegelijkertijd ook het opleiden van die mensen, dat ze mee zijn met de nieuwste technieken, met de nieuwste inzichten, is heel belangrijk. Tegelijkertijd wil je ook dat ze heel veilig werken, dat alle werkzaamheden met de machines veilig gebeuren, dat ook de juiste machines voor de juiste taken gebruikt worden in de tuin. En wat dat ook belangrijk is voor de klant, dat je in orde bent met bijvoorbeeld je sociale zekerheid, zodat de klant geen risico op onverwachte financiële kosten loopt. Het is heel belangrijk als tuinaannemer om dat te tonen. En daarom hebben we samen met de sectororganisaties van tuinaannemers, dat was AVBS, Groen Groeien, de VBTL, hebben we samen met hen en onze kennis en expertise die we hebben vanuit het proefcentrum voor sierteelt, het kwaliteitslabel Groen Gekleurd opgericht. Er waren veel positieve reacties vanuit de tuinaannemers, maar ook vanuit de potentiële klanten, particuliere bedrijven, overheden. En daarom dat er veel tuinaannemers zich direct hebben laten certificeren en Jan Belaan was de eerste tuinaannemer die het groen gekleurd kwaliteitslabel behaalde vorig jaar. Wij zijn dagelijks in de weer als tuinaannemer om onze klanten een goede service te bedienen. Maar vaak is het toch wel beter om eventjes een stapje achteruit te zetten binnen uw eigen bedrijf en de situatie eens rondig te bekijken. Er zijn verschillende zaken die uiteraard heel goed lopen, maar toch zijn er altijd nog enkele verbeterpunten binnen uw eigen bedrijfsstructuur. Deze kunnen makkelijk aan het licht gebracht worden via de audit van het groen gekleurd label. Daar worden uw sterktes in de verf gezet en er worden verbeterpuntjes aan het licht gebracht die dan kunnen uitgewerkt worden. Samen met opleidingen via de vakvereniging kan u zo uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.
Wel, een groene kleurtuinaannemer is echt een vakman die het gebruik van wasbeschermingsmiddelen tot een minimum zal beperken door zoveel mogelijk preventief te gaan werken. Hij zal de juiste plant op de juiste plaats gaan zetten. Hij heeft aandacht voor de bodemkwaliteit. En hij kiest voor plantensoorten die ziekteresistent zijn. En hij zal trachten om zoveel mogelijk diversiteit in de tuin te creëren om zo het natuurlijk evenwicht eigenlijk in stand te houden. Hij zal zich daar ook in bijscholen en om ziekten en plagen steeds te kunnen blijven herkennen. En indien hij twijfelt, zal hij daarvoor ook een adviesdienst raadplegen om zo ook de juiste ingrepen te kunnen uitvoeren. En waar mogelijk zal hij dat ook biologisch proberen aanpakken. Op die manier draagt de groengekleurde tuinaannemer ook bij tot een betere waterkwaliteit, beperkte mogelijke gezondheidsrisico's voor de tuineigenaar zelf en draagt hij ook bij tot een biodiversiteit in het algemeen. Afdeling Groen van het Proefcentrum voor Sierteelt ondersteunt aannemers sinds 2008 voor het behoud van hun vakbekwaamheid. Ook groendiensten kunnen hier terecht voor advies rond thema's zoals sortimentkeuze, correcte aanlegtechnieken en beheersing van ziekten en plagen. Dankzij het project Green Support, de subsidie van het departement Omgeving, kunnen we eigenlijk de werking van de afdeling Groen op het PCS, die we eigenlijk de voorbije jaren hebben kunnen uitbouwen tot een praktijkkenniscentrum voor de professionele groenvoorziening, kunnen we die gaan verbreden en ook nog meer gaan inzetten op klimaatbestendig en biodivers groen. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht naar de tuinaannemers en de groendiensten van lokale overheden. Daarbij komt nu nog een belangrijke doelgroep bij, namelijk de tuincentra. Omdat zij eigenlijk de brug vormen naar die particulier die dan zijn tuin zelf gaat inrichten en beheren. Daarnaast willen we ook nog meer inzetten op het uitwisselen van kennis tussen verschillende actoren in de sector en ook echt het betrekken van alle stakeholders in de keten. We zijn ook een aanspreekpunt voor beleidsvragen vanuit de Vlaamse overheid. En daarnaast willen we ook nog meer inzetten op het professionaliseren van de groenvoorziener, onder andere via het kwaliteitslabel Groen Gekleurd. Meer weten? Volg Groen Gekleurd op sociale media. Vraag je eigen tuinaannemer of hij het Groen Gekleurd kwaliteitslabel al behaalde. Tuinaannemers kunnen het Groen Gekleurd lastenboek raadplegen op groengekleurd.be. Daar kunnen ze eenvoudig een audit aanvragen bij de onafhankelijke controleinstelling CK-Cert.